President Chandrika Prasad Santokhi, die de 78ste algemene vergadering van de Verenigde Naties van 19 tot en met 22 september heeft bijgewoond, blikt tevreden terug op een vruchtbaar werkbezoek. Het staatshoofd is op vrijdag 22 september teruggekeerd in Suriname na een zware agenda afgewerkt te hebben in de Verenigde Staten van Amerika. Dit bezoek had als doel de samenwerking van Suriname met andere landen verder te ontwikkelen. Het corruptieonderzoeksteam van het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar onregelmatigheden binnen het financieel huishouden van de NVEBS. Daarbij is onder andere gebleken dat aan een bedrijf, Velcavac Groep, een opdracht is verstrekt om diensten te leveren aan de EBS en dat door EBS Saxkabels zijn aangeschaft bij drie verschillende ondernemingen. Opmerkelijk is dat het houden van openbare aanbestedingen incidenteel wordt toegepast door de EBS. Uit het strafrechtelijk onderzoek is niet gebleken dat de directie en de RVC bij de EBS gedragingen hebben gepleegd die vallen onder een strafrechtelijke noemer. Het distriktscommissariaat Brokopondo heeft afgelopen vrijdag een infosessie gehouden voor winkeliers over de grote vraag naar postapparaten in het district. Het district heeft vaak te kampen met niet optimaal werkende ATM's. De afgelopen weken is het districtscommissariaat druk bezig geweest met diverse banken om hun ondersteuning te verlenen voor een oplossing van dit probleem. Met behulp van de banken hoopt het districtscommissariaat dat de winkeliers van het district Brokopondo zo gauw mogelijk voorzien worden van een postapparaat.